rust, ruimte en Hollandse iconen. Weidse weilanden, koeien, schapen, akkers, molens. Die vind je in de polder De Schermer. Wil je fietsen, wandelen, varen of genieten van weidse uitzichten? Dan is De Schermer een prachtige plek om te zijn. De molens, de slootjes, de bollevelden in april en mei. Hollandser wordt het landschap niet. En dat op 10 kilometer van Alkmaar en slechts 25 kilometer van Amsterdam. Alles in het hart van Noord-Holland. De Schermer was tot 1633 een meer. Met molens maalden de Hollanders het water weg. Zo bleef er vruchtbaar land over. En de molens? Maar liefst 17 stuks staan er nog steeds. Bij Schermerhorn kun je een molen bezoeken. Je beleeft hier hoe de molen werkt. En hoe de molenaar er vroeger woonde met zijn gezin. Het kleinste huisje van Schermerhorn is een piepklein museum. Hier zie je hoe een Hollands gezin vroeger behuisd was. Schermerhorn is een gezellig oer-Hollands dorp. De hervormde kerk is het opvallendste bouwwerk van Schermerhorn. Er zijn meer mooie dorpen in en om de Schermer. Drie huizen bijvoorbeeld. Klein, maar bijzonder schilderachtig. Je vindt hier geen drie, maar 30 huizen en een kerkje. Het dorp Groot Schermer heeft een mooi historisch raadhuisje. En een beeldentuin, midden in het groen. Het uitzicht op de Eilandspolder is hier fantastisch. De Eilandspolder ligt tussen Groot Schermer, Driehuizen en Schermerhorn. Het is een waterrijk beschermd natuurgebied. Huur een kano of een fluisterbootje. Of trek je wandelschoenen aan. In de Eilandspolder komen nog volop wulpen, grutto's en rietzangers voor. Andere mooie dorpen in de Schermer zijn Zuidschermer, Oterleek en Stompetoren. Hoe Stompetoren aan zijn naam komt, is wel duidelijk. Een dagje Schermer doe je heerlijk op de fiets vanuit Alkmaar. Of logeer in de polder op een boerderij. Er zijn diverse B&B's en een leuke boerderijcamping. Wil je de Schermer bezoeken? Kijk dan op www.alkmaarprachtstad.nl.